Hoi, ik ben Hugo en welkom bij deze nieuwe video. En welkom bij een nieuwe aflevering van Tiny Simulator 2017. Oh mijn god jongens, we zijn weer terug, we gaan drive doen. Oké, hier zijn we. Ten eerste, voordat we gaan beginnen. Al deze stoomtreinen in het spel moet je kopen. Oké? Voor het geval je het spel ook wil kopen, omdat je denkt dat er mooie treinen in zitten. Je moet ze kopen voor 10 euro of 20 euro, hangt er vanaf welke trein. Alleen dit is een small spoor locomotief. Dus alleen voor small spoors dingen, zoals de Corelis Railway, dat is een small spoor spoorlijn. Dan kijk, het past niet op deze rails, zie je, als je daar goed kijkt. Zie je dat er echt net niet op past, zie je net niet. Gelukkig kan die er wel mee rijden. Vindt een mooie trein, even een screenshotje. Blee! Druk in de ketel en... ga dan! Is nou zo moeilijk om gewoon... Kom op, ga! Waarom krijg ik die... Wacht maar. Oh, mijn wielen slippen. Oh ja, inderdaad. Jezus, man, die slippen. Oké, de sander aan. Dan strooit je zand. Kijk, nu strooit je de zand aan de voorkanten. En daardoor heeft hij meer grip. Dat gebruiken ze meestal in de winter. Omdat dan de rails bevroren is. Dus nu ga ik op zee. Oh, kijk, we gaan rijden. Hè? Oh nee, wacht, dat zijn remmen, ho! Ah kijk, oké, we maken snelheid jongens, we maken snelheid. Jeeha! Nee! Zeg, jongens. Oké, mooi, dit gaat lekker, dit gaat hard, dit gaat lekker. Kijk, hoe snelheid maken dan. 26 km per uur, nee! Ik heb eigenlijk een perfecte stop, al zeg ik het zelf. Nee, ik vind het wel een mooie stop. Hehe. Oké, jongens, instappen. Tuuk. Hehe, kijk, daar gaan ze. Ze gaan naar binnen en naar buiten. En daar gaan we. Ah, we zijn er. Ah, bah, het regent dat het giet, jongens. Maar jongens, dit is nou, zoals ik het noem, een small spoor locomotief. Dat noemt echt iedereen het, maar oké. We moeten nog even... Dit is een kleine minitrein. We moeten nog even wat mensen instappen. Hij loopt bijna tegen me aan. Nooit voor een trein gaan staan, hoor je me? Nooit voor een trein gaan staan. Dit is een kleine trein. Zoals je ziet rijdt hij op small spoor, vandaar de naam. Small spoor locomotief. En daar gaan we. Oké, goed jongens, we rijden lekker snel. Als het zo doorgaat, dan zijn we er binnen een enkel ogenblik. Oh, kijk dan. Die jongens, kijk dan naar dat uitzicht, joh. Oh, kijk, maar serieus, hier, kijk. Ik heb echt het gevoel dat ik langs de heuvelberg oprijd, zie je? No. Kijk eens dan, kijk deze trein gewoon even mooi rijden, hé. Kijk hem mooi rijden. Waarom komt er nou weer zwarte rook uit? Dat hoeft wit te zijn. Tsss. Komt er met zwarte rook? Oké, dat staat echt goed. Kijk, we zijn alweer bijna bij het volgende station. We rijden gewoon sneller dan de auto's daar, toenloe. Welkom. Hey, we rijden gewoon naar achter. Wat is dit? Ik ben nog ineens begonnen met rijden. Yo. Trein, sta stil, man. Oké. Goed, welkom terug, mensen. Ik wou deze trein ook nog even doen. Want dit vind ik een van de beste treinen uit het hele spel. Dit is geen small spoor. Kijk maar, hij past op een breed spoor. En we gaan denk ik nu maar gewoon rijden. Oké. Instappen, uitstappen. Hup, een beetje snel. 1. Wat zei ik je? Oké, goed. Nee, dat is trouwens ook waarom bij sommige treinen de koppelstang hierboven staat en daaronder. In plaats van dat het tegelijk loopt. Want dan staan ze zo, dan heb je veel meer kans dat de trein in beweging komt. Hashtag, ik maak er een leerzame video van.